uitslag nieuw weer na een nieuwe GTA 5 online glitch really. Dit is de glitch na de 1.11 patch. En deze glitch gaat erover hoe je de skylift in GTA online krijgt. Nou, het is eigenlijk in een deathmatch potje. Dat je er met je vrienden mee kan klooien. Maar ja, dat laat ik vandaag zien. En het is wat je moet zorgen is dat je in de creator kan. Als je in de cheaters pool zit, kan je daar niet in. Dus zorg dat je het wel kan in de creator. Als je niet weet wat het is, nou, dat betekent dat je dingen kan maken zoals deathmatches en races en zo. Maar ja, wat je dus moet doen om de skylift in je deathmatch potje te krijgen is je klikt op start en je gaat naar online en je gaat naar creator en een beta. Je kan ook naar de creator gaan als je al in single player bent. Het kan ook gelijk via online. Maar ja, als je er maar komt, dan ga je erheen. En dan laat je hem even laden. En sorry dat ik al een tijd niet meer geen glitch meer heb geüpload. Dat komt omdat ik door mijn voorraadje heen was. Ik had helemaal veel gepland geüpload en zo. En ik was dus wel op mijn voorraadje heen en zo. Dus ja. En wat je nu moet doen is je klikt op create a deathmatch. Dan deathmatch. Dan wacht je gewoon even totdat hij helemaal is geladen en zo. En dan gaan we nu beginnen. Je bent hier. Ik weet niet waar je nog spant, maar dan zoek je naar het strand. Want het strand is het beste voor de skylift. Ik zal niet, god, niet weten waar nou een... strand, oh ik zie het al. Ik weet waar het strand is, jongens. Zorg dat je dus een strand zoekt, want dat is het beste omdat het een soort van flat is. Dus dat is een vlak. Een vlak gebied, dus dat is goed. Nou, als je dat hebt gedaan, als je hier bij het strand of aan het ding bent aangekomen... Dan klik je op deathmatch details, klik je op A. Of nee, niet hier. Klik je op placement, place trigger. En dan plaats je er een. Zoals je ziet kan je niet overal dingen plaatsen. Maar hier kan het wel. Dus zorg dat je hem hier kan plaatsen. Als je dat hebt gedaan, dan klik je op B. En dan ga je naar de spawn points. Oh nee, ga je naar team start points. En dan moet je wat spawn points dingen of start points dingen zetten ofzo. Die kun je gewoon naast elkaar zetten. Nou ja. Je moet zorgen dat je de 8 hebt. Zo, en dan ga je naar team 2. Dus als die pet naar rechts. Dan ga je naar deze, naar team 2. En dan span je er een paar hier. Laat ik zeggen. Gewoon bijvoorbeeld hier. Daar. 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 Zo dat je spawn points hebt. Het zijn er 8. En als je dat hebt gedaan, alle spawn points of alle team start points, en dan ga je naar nu komt het part van de of het gedeelte van de skylift. Klik je op vehicles en dan ga je naar categorie boats, als eentje naar links. Dus kan je naar beneden en dan zoek je de Marquis of zo. En dan ga je naar het water. En zie je hier, hier kan ik hem niet plaatsen, dat is slecht. Dus je moet hem zo hebben. En dan plaats je hem. En wat je daarna moet doen is je moet hem gelijk weer oppakken. Dus als je je plaatst en dan pak je hem gelijk weer op. Gewoon AA op het water. Dan zie je dat je nu de skylift hebt. Hij is automatisch geswapt naar de skylift ding. Je moet zorgen dat je hem kan plaatsen. Op sommige plaatsen kan het niet. Maar gelukkig kan het hier wel. Zo. Nou, je moet er zeg maar even een paar neerzetten. Je kan zo'n deathmatch maken voor mensen die het willen. En ik zet er gewoon even een paar neer. Nou, hier kan er nog een. En als je al je skylift en zo hebt geplaatst, dan ga je naar spawn points. Of ja, ga je naar spawn points. Dan zet je spawn points neer. Ik zet mijn spawn points voor poppetjes heel ver weg. Anders gaan ze me lopen irriteren. En daar heb ik geen zin in. Dus gewoon ergens heen vliegen. En gewoon heel veel keer op A klikken. Zodat je de 50 hebt. Gewoon heel veel keer op A. Zodat je niet irritant wordt gekild. Gewoon A, A, hop. Nou heb je de 50. Dan klik je op B. Ga je naar lobbycamera. Dan moet je zorgen dat je even een mooie foto maakt. Je bent nu hier. Nu gewoon zo. Klik.
mooie foto. Ik klik hier op B. En dan B. En deathmatch details. En dit mag je allemaal doen wat je wil. Maximum players, nou. 2. Minimum players, 2. Ja. En dan de tijd, 60 minuten. Ah, dit mag je allemaal zelf weten. Maar ja, ik doe het even zo. Kan het. Ja, ik kan dit ook nog even allemaal aanzetten en zo. Als je dat wil. Maar ja. Wat je dan moet doen om te testen. En dan klik je op test. Natuurlijk. Dan doe je even invisibility aan. Anders dan word je gekilled. En dat is niet fijn. Dan wacht je gewoon even totdat je in je testwereld zit. Oh ja, wacht. Omdat ik die spawnpoint hier had gezet, span ik natuurlijk zelf ook hier. Lekker slim van mij. Dat verander ik even snel. Oh, lekker dom. Maar ja. Je moet er zelf voor zorgen dat je goed spant. Ik ga bijvoorbeeld doen mijn placement. Spawnpoints. Nee, moet ik zeker... Wauw. Dan moet ik even allemaal spam... Holy. Nou, ik moet even zorgen dat ik even al die spampoints weg ga. Dat is gewoon een foutje van mezelf. Nou, haal ze eens weg. Weghalen. Tats. En dan maak ik nu een nieuwe spawnpoint. Die zet ik bij mijn helikopters. Oh, je kan gewoon één spawnpoint op point als je wilt. Dus ik haal ze even allemaal weg en dan maak ik er wel even één. Zo, die is dan goed. Oh nee, je moet er sowieso 2 hebben volgens mij. Ja, je moet er sowieso 2 hebben. Of niet? Nee, ja, je moet er meer hebben. Jongen, het is nou weer voor een jank. Ja, je moet er sowieso 4 hebben. Dan kan je hem nu eindelijk testen. En dan zal je zien dat je gewoon in de skylift kan. En je kan je vriend inviten en zo. En je kan gaan klooien. Holy shit. Dat was een spannend trap. Moet wel uitkijken als je aan het testen bent. Dat je dan uitkijkt voor de enemy. Dat je, want daar kan je niks aan doen. Dan zet ik even mijn invisibility aan. Kill ik deze gast even. Hopelijk spant hij niet meer terug. Dan lopen wij even naar de skylift. En gaan we er even in zitten. Zo. Dus als je ziet zit ik er nu in. Hopelijk schiet hij geen bezoeken. Ah, schiet geen bezoeken. Maar zoals je ziet heb ik nu de skylift hier. Je kan de enemies van je ook uitzetten, maar ik weet niet hoe dat moet. Maar hier zie je hem. Een invisibility uit en aanzetten. Maar ik laat hem aan voor de zekerheid. En dit is hem. En ja, dan zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken en zo. Laat een interactie achter welke video je de volgende keer wilt. En dan zeg ik doei. Doei. Als je dit wil stoppen, klik je gewoon exit test. En dan leave je hem gewoon. Exit. En dan hieronder exit. Maar ja,